Je hoeft niet in een kasteel te wonen om koninklijk te zijn. Als jouw vader de koning der koningen is, dan ben je automatisch een koningsdochter. Ik heb een boek geschreven en het boek heet Koninklijk en Krachtig. Vanuit je identiteit dat jij een koningsdochter bent, mag je gaan opstaan en regeren. Misschien ken je wel de quote, neervallen, opstaan, kroontje rechtzetten en weer doorgaan. Dit boek gaat over je kroontje rechtzetten. Je kroontje rechtzetten en weer nieuwe stappen durven te nemen. Want jij bent geroepen om je kroon met lef te dragen. Om stappen te nemen en om avonturen mee te gaan maken. En weet je, als je gaat uitstappen, dan ga je gewone situaties veranderen in buitengewone ontmoetingen. In buitengewone avonturen met hem. Dus wacht niet langer, want jij bent het koningschap waardig. Ga snel naar de boekentafel, haal dit boek en laat je inspireren om nieuwe stappen te nemen en om je kroon te dragen met lef.